11 kunstenaars die met hun atelier en creaties hun onderkomen hebben aan de Paal in Almerehaven moeten op zoek naar een andere plek. Het pand waar ze nu nog zitten wordt gesloopt. Er komen woningen voor in de plaats. De kunstenaars zitten met de handen in het haar, want ze hebben geen idee waar ze naartoe kunnen. Ze willen begin volgende maand een overleg met de wethouder om tot een oplossing te komen. Wilma Klaver is een van de kunstenaars. Goedemorgen, mevrouw Klaver. Welkom bij de uitzending. Dankjewel, Leo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wanneer moeten jullie eruit? In december, januari moet het pand leeg zijn. Dus, ja. Dan hebben jullie nog wel even de tijd? Goed, daar zit wel een zomer tussen en voordat je iets anders hebt gevonden. Maar zodra we het hoorden, dachten we gelijk van nou moeten we wel actie nemen. Kijken of we of we snel iets kunnen vinden. Hè? Ja, want hoe lastig is het? December is de uiterlijke datum. Oh, december is echt de uiterlijke datum. Hoe lastig is het om zo'n onderkomen wat jullie nodig hebben, hè, met ateliers, waar je al je kunst kwijt kunt, waar je cursussen in kunt geven. Hoe lastig is dat om zoiets te vinden? In Almere, kijk, we hebben geen oude panden, hè, zoals leegstaande scholen of zo, zoals je in oude steden hebt. Het is gewoon heel lastig om iets te vinden wat leeg staat, maar ook wat betaalbaar is voor ons. Ja, want in zo'n nieuwe stad zijn de huurprijzen natuurlijk best wel hoog. Ja. En wat is betaalbaar? Wat kunnen jullie betalen? Kijk, nu op dit moment, het hangt een beetje af van de grootte die we hebben qua atelier. Maar bij ons nu liggen de huren zo'n beetje tussen de 500 en 300 euro per of 250 per atelier. En we hebben een verschrikkelijk aardige huisbaas. Die ons dus ook geen kosten rekent voor elektra of verwarming. Oh, dat scheelt nogal. Zeker tegenwoordig. Ja, maar dat maakt het natuurlijk ook wel moeilijk. Want misschien is het een cliché, maar het is geen vetpot, lijkt me, voor kunstenaars, toch? Nee, precies. Ja. Dus eigenlijk zoeken we opnieuw zo'n huisbaas. Ja. Die zegt van, we hebben hier, ik heb bijvoorbeeld in mijn pand boven wat ruimte over en dat kunnen jullie gebruiken. Daarvoor in de plaats krijgt hij heel aardige huurders natuurlijk. Of gezelligheid. Ze zijn rustig en gezellig. En onze huidige huisbaas die organiseert bijvoorbeeld ook jaarlijks een etentje met ons allemaal. Ja. En we zitten er al 10 jaar, dus dat geeft ook iets aan. Ja, of als het reguliere ruimte is die we zouden moeten huren. Ja. Zeg maar echt een bedrijfsmakelaar. Dan zouden we wel financieel ondersteund moeten worden. Ja, want wat zijn jullie eisen aan een ruimte? Ik bedoel, een atelier, wat heb je nodig? De meeste van ons die zitten toch wel graag met een atelier van ongeveer 4 bij 5. Een paar mensen, zoals Mirjam, die geven ook cursussen. Zij heeft 40 cursisten. Die heeft een grotere ruimte nodig. Tuurlijk. Maar goed, die kan ook weer iets meer betalen vanwege de cursussen. Mm-hmm. Maar goed, zeg maar gemiddeld 5 bij 5. En die 11 kunstenaars, die hebben op dit moment 9 ateliers. Er zijn er een paar die samen doen met een atelier. Okay. Maar die ruimte hebben we eigenlijk ook. Ja, dus dat is best veel natuurlijk. En licht, want je moet ook goed licht hebben natuurlijk. Het moet ook weer niet te donker zijn, lijkt me. Nee, klopt. Je kan een beetje bijstellen met daglicht-TL natuurlijk. Maar we hebben graag licht. We zijn eigenlijk allemaal, er zitten geen beeldhouders bij. Ja, een beetje ruimtelijk werk. Maar we hebben allemaal graag goed licht. En het moet droog zijn. Maar verwarming doen we niet al te moeilijk over. Maar het moet wel ergens op lijken natuurlijk. Ja, ik zat te denken aan anti-kraak. Of moet je dan weer te snel verhuizen? Nou, dat is het, hè. Ja. Ik bedoel, dan heb je vaak dat je binnen een maand of moet je weer weg. En we hebben gewoon veel spullen. We hebben niet alleen een laptop en een bureautje. Nee, jullie hebben spullen. Maar ezels en noem alles maar. Ja, noem maar op. Nou noemde je net, Wilma, financiële ondersteuning. Hè? Als nou echt dat jullie denken van, hey, dit is een mooi pand, maar dat is dan te duur. Jullie krijgen nu helemaal niks qua subsidie. Nee. Oké. Okay. Nee. Maar waarom gaan jullie dan met de wethouder praten? Nou, omdat we het is mogelijk dat we niet iets krijgen zoals nu. En als we meer moeten gaan betalen, dan hebben we dus ondersteuning nodig. En daar willen we hem over spreken. Ja, okay. Dus meedenken over een plek en praten of een verzoek indienen om wat financiële ondersteuning, om wat subsidie. Ja, ook omdat we best wel veel kunnen betekenen. Of ook betekenen voor Almere en voor de inwoners. Ja.
We doen exposities, atelierroutes. Doe mee een route, komend jaar route 47. Dan zijn we toch een hele leuke pitstop daar met z'n allen. Ja. Ja. Jullie hebben de wethouder uitgenodigd, maar is het al zeker dat het gesprek gaat plaatsvinden? Nee, dit is allemaal nog maar heel vers. Net voor het weekend hebben we de brief aan de politiek en een hoop instanties verstuurd. Dus het is nog even wachten op wat antwoorden. We hebben bevestigingen gekregen van een paar mensen, toezeggingen dat ze komen op onze open middag dan. Op 9 maart. Maar nee, van de wethouder zelf hebben we nog geen concreet bericht. Nou ja, dat gaat misschien dan nog komen. Wachten we dat af. Hè? Misschien luistert er een makelaar met een goed idee. Precies. Zomaar kunnen, Wilma Klaver van de 11 kunstenaars in de paal. Bedankt, hè.